Jawel, en we zijn weer voor een nieuwe bootcamp aanwezig. En jullie aan die kant gaan natuurlijk wel meedoen. Ik heb van een aantal mensen gehoord dat ze het volgen vanaf de bank. Ja, dag hoor. Wel even meedoen. Ik hoop dat jullie nu allemaal natuurlijk vrijdagavond 8 uur lekker live zijn. Maar je kan natuurlijk ook op zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondag. Je kan hem kijken wanneer je wil. En volgende week woensdag weer een nieuwe van Meester Liam met de stapeloefening. Vandaag geen stapeloefening, maar vooral kracht- en uithoudingsvermogen. Ik ga kijken hoe ik eraan toe ben na een aantal weken geen sport. Ik hoop dat jullie me kunnen volgen. Ik hoop het zelf natuurlijk ook. Geluid zou beter moeten zijn vandaag. Betere microfoon. We beginnen weer met 3 rondes. Eerste ronde rustig aan. 10 oefeningen. Tweede ronde iets hoger tempo. Met 15 oefeningen. En de derde ronde helemaal kapot gaan. Nogmaals, we wachten nog steeds wel. Ook op de filmpjes. Waarbij ook jullie kapot gaan. Hè? Niet alleen wij met zweet, maar jullie ook. Ik ga snel starten. We beginnen rustig. Volg mij. Probeer de muziek te volgen als die goed bij jullie binnenkomt. En gaat het goed komen. Eens even kijken. Muziekje aan. Rustig ademhalen. Neus in. Mond uit. Heel goed. Ga door. Doe ik verder. We gaan zitten op je billen en je gaat weer staan. Op het gemakje, het is nog steeds warmer. Komt ie aan. Zitten. En we staan. Zitten. En we staan. Zitten. En we staan. Zitten en we staan. Zitten en we staan. Zitten en we staan. Eén keer. Zitten en we staan. We gaan zo liggen in voorlichtsteun, alsof je gaat opdrukken. Voorlichtsteun. Eén hand schouder, andere hand schouder. Schouder, schouder. Yes, komt ie aan. Blijven ademhalen. Neus in. Mond uit. Tien seconden. Even voluit. Ja. Heel goed, je hartslag gaat als goed is dat een beetje omhoog. Maar je moet wel kunnen blijven ademhalen. We gaan fietsen. Halve opzitten. En je gaat fietsen. Je hoofd komt niet op de grond. En je gaat fietsen. Komt ie. Op, joh.
achter een bochtje. Bochtje. Goed zo. Gaan we door. Squatten, maar met een uitstap. Dus stap, terug, stap, terug. Voeten iets naar buiten, mijn natuurlijke voetenstand, maar sta je knieën wat stabieler. Hop, en terug. Hip. En terug. Arm naar voren. En kijk naar voren. Hop, blijf kijken. En zakken. 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 Rechtop en kijk voor. Hoop. Juist. Goed zo. We gaan voetvegen voor de judoka's onder ons. Je stapt voor met de ene voet en veeg met de andere. Voet veeg. Voet veeg. Yes, links af en rechts af. Hup. Zo. Twee. 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 En weer, kom. Hop. 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 Juist. Goed zo. We gaan weer sit-ups. Vanuit zitten, liggen, of een sit-up stand, half, hoog van de grond, voeten intrekken en lang. Intrekken en lang. Hoog blijft van de grond. Maak het moeilijker, kom iets verder omhoog. Hop. Kom op. Hop. Juist. Aanspannen die buik. Hop. Lang, kort. Lang, kort. Blijven ademhalen. Ademhalen, 10 seconden, 5 seconden, hopla, goed zo. We gaan trappen, voor de judoka's onder ons bekend, judoka's misschien iets minder. Je stapt achterlangs en je trapt met de andere naar de zijkant. Je komt weer voorlangs terug en weer opnieuw. Stap, stap, kick. Ja, gaan we! Hop! Hop! Achter, kruis. Achter, vol. Achter, vol. Hop! Hop! Oh, lekker hoor, akkoord en dan. Zet. 10 seconden. Zet. Komt-ie. We gaan knieën hakken.
Wat doen we dan? Stap opzij. Knie. Knie. Hak. Hak. Knie enzovoort. Komt ie aan. Knie. Knie. Hak. Hak. Knie. Hak. Hak. Niet te snel op. Komt zo meteen. Kokosnoot, hop, ta, achter, achter, hop, hop, zet, hop, 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 pak je kokosnoot en op je ta. Juist, 5 seconden. Kom. Oké. We gaan lunchen. Niet lunchen, want de schaal is 8 uur als het goed is. Maar lunchen met je benen. Je stapt uit naar voren. Zak door. Kom terug. Andere been naar achter. Kom terug. En weer door. Dus voet er achter is geweest, gaat ook naar voren. Komt ie? Achter. Voor. Hop. Achter. Voor. Links. Hop. En terug. Achter. En je gaat ook naar voren. Hop. Dit is het. Zo, dit was alweer ronde 1. Even inademen en uitademen. Neem even een slokje. Gaan we zo verder met ronde 2. Ronde 2, een beetje hoger tempo. 15 oefeningen. En in plaats van 45 seconden actie, gaan we nu 30 seconden actie. En nog steeds 20 minuten. Even ademhalen. Of ja, jullie kunnen op pauze drukken. Ik niet. Ik ga snel drinken, kom ik bij jullie terug. Maar blijf doorgaan. De tijd maak je altijd vol. Yes? Komt je aan? We beginnen zo meteen met beenwissels. Eén. Hey, yes? Beenwissels. Links-rechts omwisselen. Armen meenemen. Komt goed. Ik zet hem aan. Jullie gaan gelijk beginnen. Neem die armen mee.
Tellen op.
Vier tellen laag. Vier tellen hoog. Oké. Korte rondes, maar wel hoge intensiteit. We gaan snel door. Voorwaartse trap, achterwaartse trap. Stap, kick, stap, kick. Yes. Komt je aan. Komt je aan. En terug, andere kant. 1. 1, 2, 3, 4. Andere kant. 1.
Hopla! Zo hé. Lekker, lekker, lekker. We gaan planken. Planken op de ellebogen en de handen. Blijf helemaal gestrekt. Komt ie aan. Helemaal strek. Span die billen aan. 15 seconden nog. Goed op volhouden ademhalen. 5 seconden. En los maar. En omdat we die buikspieren zo fijn vinden, gaan we voor de Russian ab twisters. We gaan twisten. Twisten. Yes. Komt ie aan. Voeten net van de grond. En twisten. Hup. 15 seconden. Kom maar, 10 seconden. 5 seconden. Ja. Wow. Er zat de tweede ronde er alweer op. Jammer hè. We gaan nu over tot de laatste. Kapot. Tot je niet meer kan. Derde ronde. 10 oefeningen. Nog iets hoger tempo. Ja, en opgeven is geen optie. Je gaat door tot de tijd voorbij is. Als je tempo wat lager moet zijn, prima. Je moet de hoogte van de sprongen op de uitslag van de beweging iets kleiner voor jou moeten zijn, ook prima. Maar je stopt niet. Helder? Jullie kunnen mij op pauze zetten, maar ik mezelf niet, hè? Dus ik reken op jullie. Ik ga even de timer aanpassen en de muziek. En natuurlijk even een klein slokje. Tot zo. Favoriet nummertje van mijn dochter Lola. Een wat sneller liedje van haar held sneller. We gaan zo verder. Met dus nogmaals de laatste ronde. 10 oefeningen. Vol gas. En kapot gaan. Heerlijk. Sportscholen zijn dicht. We zullen het zelf moeten regelen. Ik ben benieuwd wat er vanavond gezegd is bij de persconferentie. Wat meer ruimte krijgen, maar we zullen het zien. Tot zover. Judo is alles en alles is judo, dus we maken er wat van. Laatste ronde. We beginnen zo met de oefening. Die we bij de judo noemen de stofzuiger. Niet echt de stofzuiger thuis. Handen niet te breed. Benen iets te breder. Dicht bij je voeten. Je gaat naar beneden. Zak naar voren. Duwt uit. En dezelfde weg weer terug. Yes. Let op, niet je rug laten doorzakken. Hou hem op spanning. Als jullie er klaar voor zijn, ben ik het ook. Jawel! Zakken!
gaan gelijk door. Sit-ups met stoten. Yes. Opgelet. Ja, dat is een hele bellen weer. Hop, hop, hop! Komt die! Zet, zet, zet! Ik heb ook in het verleden, maar ik maak juist. Kom aan! Kom op, buik, zonder! Ah! Oh! Lekker man! Vanuit squat. Sprongetje, weer terug naar squat. Dus, sprong, squat. Sprong, squat. Zo snel als jouw knieën kunnen hebben. Ha! Ja! Haja! Hop! 10 seconden! Hop man! Oh man! We gaan liggen op ons buik. En vanuit ons buik. Holle rug. Dus omhoog. Omhoog. Komt ie aan.
Zijwaartse cirkelkracht. Laag. Hoog. In één beweging. Dus. Hop, hop. En terug. Mag zelf kiezen welke kant. Wat voor jou fijn is. Laag. Hoog. Laag. Hoog. Laag. Hoog. Laag. Hoog. Laag hoog, laag! Laag hoog! Laag hoog, laag! Laag hoog! Laag hoog, laag! Laag hoog, laag! En omdat we hem zo lekker vinden, gaan we nog even voorlegsteun sprinten. Dus, weer voorlegsteun en babysom. Yes! Komt je aan, 5 seconden. Die doen we nog even de laatste oefening. Niet een half minuut, maar 1 minuut lang. En die 1 minuut lang nemen we maar geen pauze. Oké, ben je klaar voor? Ik wel. 1 minuut lang gaan wij zakken in squat. En 1 minuut lang kijken wij voor ons uit. En denken wij helemaal nergens aan. Alleen maar aan volhouden, kapot gaan. 1 minuut lang. En vind je dat te makkelijk? Dan ga je natuurlijk met je armen nog wat erbij doen. Of je houdt hem nog iets langer vol. Zijn jullie klaar voor? Als de piep gaat, gaan jullie ook. En blijf staan. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Tot de volgende keer.